Welkom op deze prachtige, zonnige 2 september maandag. En het nieuwe schooljaar begint. Normaal gezien verwelkomen wij onze leerlingen op onze rode loper. Dat gaat dit jaar net iets anders gebeuren. Maar we zeggen toch welkom. Welkom om deze prachtige school. Komt u er ook bij, jongeman? Hoe heten jullie? Niels en Axel. Zeg, zijn jullie blij dat jullie eindelijk terug naar school kunnen komen? Ja. Ja. Ja, zie je het? Die vakantie duurt gewoon veel te lang, hè? Heb je er zin in? Ja. Ja. Ze hebben er zin in. Jullie zijn nieuw op de school? Ja. Ja. En spannend vandaag? Ja, toch wel. Ja, ik zie op jouw jas staan, we are the future. Dat is heel toepasselijk. Ja. Blij dat de vakantie gedaan is? Een beetje. Een beetje. Mocht misschien wel langer duren. Ja. Zeg, je hebt hier een coole rugzak bij. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Wat heb je bij? Koek, fruit, pinnenzak met pin. Voor de rest niks meer. Ik wens u een fantastische nacht, Jeffrey. Oké, u ook. Dank u wel. Is hier internet? Nee, helaas, want de bouwvakkers hebben de internetkabel doorgesneden. 4G. Voilà, zo moet dat, hè. Lars, zeg Lars, hoe is dat nu om met je broer eindelijk op school te zitten? Ja. Ja. Je mag toch liegen, hè, Lars? Ah, heel goed, heel goed. Oké, zeg, en wie is dat hier? Niels. Niels, oh, Niels! Hé, dat is hetzelfde als die Niels daar. Ik heb een korte i. Ah, je hebt een korte i. Oké. Zeg, ben je er klaar voor het nieuw schooljaar? Ja. Wat heb je allemaal meegebracht? Eén kladblok en pennen. Dan ben je al volledig voorzien voor vandaag, hè? Heb je er zin in? Ja. Waarom heb je eigenlijk voor het GTI gekozen? Omdat dit mijn leuke school leek. Goeie keuze, Niels. Ja. Waarom heb je gekozen voor onze school? Omdat mijn broer is daar altijd positief over. En die andere scholen die waren te druk voor mij. En deze school is dan goed voor mij. Dus jij komt naar onze kleine, gezellige, rustige school? Ja. Met de nadruk op rust, met deze bouwwerf vlak naast ons. Klaar om aan het schooljaar te beginnen? Ja. Ja? Ja. 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 Wat heb je allemaal bij? Ja, kaften en zo. Oh my. Ik ben er helemaal klaar voor. Fantastisch. En wat hebben jullie bij? Nog niks. Beetje. Niet veel. Oh. Graag zou ik een woordje tegen jullie zeggen op deze eerste schooldag 2 september. De juiste studiekeuze, ik heb voor techniek gekozen. Technisch onderwijs zit in de lift en daar hoort het ook. Maar jongens, zitten en zwijgen. Dat is lang geleden, hè? Ja. Wie kan dat nog? Ik. Ja. Verplicht op slot. Verplicht op slot. Is uw fiets op slot? De fiets moet... Op slot. Is uw fiets op slot? Ja. Ja. Dan kan u aan deze prachtige dag beginnen. Dank u. Graag gedaan. Dag. Dag. Dames en heren, safety first. Wat een prachtige fiets. Welk merk is dat? Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, maar het is wel een hele mooie fiets. Ja. Verplicht op slot. Verplicht op slot. Pauze en we gaan eens kijken of jullie jongens nog altijd goede tafelmanieren hebben. Dag jongeman, heb jij een stoere brooddoos? Ik heb de mannelijkse brooddoos. Ik heb een heel mannelijke brooddoos, ja. Ja. In die mannelijke brooddoos zitten daar ook mannelijke boterhammen. Wat zit er tussen? Vleessela en ander vlees. Zelf gemaakt? Ja, er wordt hier een sandwich geplet. Waarom juist? Is dat voor de smaak dat u dat doet? Nee, voor de lol. Arno heeft een broodje besteld. Wat heb je besteld, Arno? Arno, je weet toch, in de refter moet je altijd met je mond dicht eten, hè, man? De prijs voor de origineelste brooddoos gaat naar dit prachtig exemplaar. Hoe gaat het in zijn werk? Ja. Laat maar eens zien. Ah ja, ik kan zo opdoen. Twee vakjes, hier boterhammen en hier nog een zakje en koekjes. En zo toedoen. Fantastisch, proficiat met deze prachtige brooddoos. Dankjewel. De jongens hebben gedaan met eten. Wat ga je doen nu? Ik ga gewoon nu chillen met mijn vrienden en ja, een beetje spelen. En bij de turnzaal een beetje voetballen. Super, veel plezier.